Schoon boef, man. Ze hebben goudvissen voor mij gekocht. Ja, ik had er 3. Eentje is overleden. Niet eens door mij. Ze gingen hem verschonen, hebben ze hem geplet. Mooi. Hoe gaan we jou noemen? Eentje noem ik slaaptekort en eentje noem ik denk slaap te weinig. Je ziet, mijn huis is weer een chaos. Het kan weer niet anders. Het is weer één chaos, chaotisch. Maar eten is er wel genoeg. We hebben wel genoeg eten, gelukkig, man. Ik ben echt verslaafd aan deze dingen, ken je dat? Frosties, Crunch, Chocopops. Ik koop ze, maar ik eet ze niet. Gewoon omdat ik het kan hebben, moet hebben. Mohim, dames en heren, welkom. Schoon boef, man. En wij gaan vandaag wat dingen moeten doen. Ik moet eerst langs mijn boekhouder, moet ik even wat tekenen. Ik heb fuck die gel vandaag. Ik ga ook geen petje opdoen. Vandaag wordt gewoon radicaal. Je weet toch, lelijk blijven. Ik moet wel naar de kapper vandaag, man. Ik heb straks shows. Maar wat gaan wij doen? We gaan eerst langs mijn boekhouder. Dan ga ik naar studio. Frazi is daar. Dan heb ik vanavond een radio interview. Tussendoor word ik zo meteen nog gebeld door de AD. Moet ik ook een interview afgeven. En dan vanavond, hoeveel shows? 3. Ik heb dit weekend 7 shows, neef. Of 8. 7 of 8. Ja. Reken maar uit, neef. Ching ching. Schoon boef, man. Ik ben in Rotterdam beland. Deze strijder komt gewoon midden in het verkeer hier. Hij heeft schijt. Soldaat, ik gooi je op de vlog, neef. Doe je best op school. OBS. Doe je best op school. Heb je goede cijfers? Ja. Ja? Safi, broer, wacht. Later. Rustig aan. Laters. Piraatje. Oh, en zo naar Rotterdam, man. Laat je weer. Bang, bang. Schoon boef, man. Leden, zag ik een mensjes op mijn Twitter. Op mijn Twitter heb ik een tweet gezien van Armo was Zerkhoff. Deze tweet van Armo was Rijk zegt: ben blij dat ik al deze mensen heb geïnspireerd om ook YouTube te doen. Wie zullen het nooit toegeven, maar het is 1,000,000% zo. Daarna zegt hij: je kan lullen en ontkennen wat je wil. Maar dit is 19 miljoen. Niet meer 1 miljoen, maar 19,000,000% zo. Sinds AWR Squad heb je nu ook gewoon boos, supergaande en de rest. Zeg of jij wilt nu zeggen met je dikke dolfijnenhoofd. Jij wilt nu zeggen met je dikke dolfijnenhoofd. Boef heb geïnspireerd om te gaan vloggen. Alleen. Wee, yo. Hé, luister, het is 6 maanden geleden. Hij laat mij dit nu zien. Hé, hey, broer, wallah, nee, heb ik dit gezien, hè? Armo, luister heel goed, vriend. Luister jij heel, heel goed, vriend. Als ik nog één keer jouw naam, mijn naam, in iets, een tweet van jou zie, of een iets van jou zie, ja? Dan ga ik jou gewoon heel rustig exposen. Ik ga niks op internet nu zeggen, dit, dat. Maar mooi, broer. Hou jouw bek over mij dicht. Kijk, ik heb hem nu een bericht gestuurd, hè, dames en heren. Ik heb deze vieze, vuile... Ik ga hem niet eens hardop zeggen. Kijk wat ik hem heb gestuurd, hè. Ik heb hem nu op Snapchat dit gestuurd. Ik zie dit nu pas. Wil jij zeggen dat je mij hebt geïnspireerd om te gaan vloggen? Mooi, luister. Hier is zijn nummer ook. Ik ga hem nu even bellen. We gaan even kijken wat hij te zeggen heeft, ja? Momentje. Hier, zijn nummer is gelijk hier. Kunnen jullie allemaal hem ook bellen? Als jullie zin hebben. Ik ga hem nu even opbellen, ja? Momentje. We moeten wel onbekend bellen natuurlijk. Die vieze, vuile dolfijn hoeft mijn nummer niet te krijgen. Even kijken. 0621-277-137. Hopelijk neemt hij op onbekend. Hij gaat over. Hij gaat over. Hij neemt niet op. We gaan hem even een bericht sturen. Afslag gelijk. Ja? Ja, kijk. 3 kilometer.
probleem over 2 kilometer, afrit 18, rechts naar Hoofdstraat, richting Zevenberg. Ik ben Boef, bel mij heel snel. We gaan kijken als hij zo meteen terugbelt. Ah, zo Boef man, je ziet het, wij zijn bij... Wat is het? Van de Valk? Wat is het voor hotel? In ieder geval, wij zijn bij het Jeugdjournaal. We gaan even een interviewtje afgeven. Ik heb net gel weten te scoren bij een kapper. Ik ga mijn haartjes doen en dan gaan we beginnen. Want het is gewoon Boef man. Er zijn mijn boys achter mij. Er zit de cameraploeg. Ah, Boef. Hey, je single en je album op 1. Hoe is dat? Natuurlijk had ik al heel veel views op YouTube, dus ik had wel verwacht dat ik het zou aanrichten, maar dit gaat natuurlijk wel mijn pet erboven. Noem eens even diep, hoor. Ik ben diep. Hm? Ik ben diep. Ja. Armo de Flikker heeft gereageerd. Wolle? Ja, we gaan even kijken wat hij zegt. Die tweets zijn nep. Wat is dat voor onzin? Dat heb ik nooit getweet. Hele dag ben je boos op me, terwijl ik niks fout doe. Zie je wat een flikkertje dit is, dames en heren? Ja, yeah, broer. Zie je wat? Kijk braaf wat hij zegt. Braaf zijn. Je hebt verkeerde stap gemaakt. Dan moet je. Hij zegt toch altijd iets verkeerd. Dan moet je, ja, ik ben altijd boos op hem, toch? Ja. Niet deze. Hier, ik zeg tegen hem, dan moet je braaf zijn. Niet deze onzin flikken. Even kijken wat ik ga... Nee, maar even serieus, man. Hoe durft hij te zeggen, hij heeft mij geïnspireerd voor YouTube? Ben je gek of zo? Ben je gek of zo, vriend? We hebben te veel gezegd. Ja? Te veel gezegd. Veel mensen hebben het eerder dan. Ja, ook over mij? Nee, dat weet ik veel. Oh. Haters toch? Ja. Hij reageert niet meer. Hij zegt, waarom? Ik doe altijd iets verkeerds voor ons, joh. Ja. Moet je wel braaf zijn, of niet? Die moet braaf zijn, echt waar. Hij moet, hè? Moet. Motherfuckers. Schoon Boef, man. In de hoek. Bang, bang. Schoon Boef, man. Ah, schoon Boef, man. Je ziet het, ik ben nu bij de radio beland. Ik ben nog steeds met Kiel 2020. Kijk eens wie hier is. Yes, het is gewoon Barend. Man. Ja, toch. Lekker, goed je weer er te zien. The boys in the back. En wie is hier naast mij? Kom even in het licht, man, Stan. Anders zien ze je niet. Stan. Je verrast me, man. Wat heb je in je hand, man? Dat is de echte. Popping bottles, hè? Dit is die echte champagne. Dat is die echte. En waarom? Waarom nummer krijg één. Ik hem, man? We zijn nummer 1, grap. We zijn nummer 1. Wie is Ed Sheeran? Waar is Ed Sheeran? Bye, Ed Sheeran. Nee, alle respect naar Ed Sheeran. Maar ja, in dit land is er toch maar één baas, man. Huh? En dat is gewoon... Boef, man. Eerst even daar zitten en dan even met de DJ, met Frank spreken. En dan zegt hij van, nou, je mag je single live gaan doen, loop naar de studio. Oké, dus we gaan nu daarheen. Ja, ik krijg zo'n... Twee minuutjes dan, de interview. Ja, dus we gaan nu daarheen. Ja, die kant heen, dan kan ik je even daar rustig neerzetten. Kom maar kopen. Nee, deze is juist net nieuw, man. Echt? Ja, man. Of is het licht gewoon donker? Ja, licht is donker. Hè? Licht is donker. We zijn er, dames en heren, Radio 538, let's do this. Bang, 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 bang. Oh, een boek. Wat gezellig allemaal, man. Wat gezellig allemaal. Heren, welkom. Hoe is het? Hoe is het, maat? Alles goed? Lekker? Ontspannen? Ja, het was heerlijk. En daar hebben we nog een fles meegenomen. Nee, joh. Misschien als je dorst hebt. Ik neem een echte fles mee. Dat is wel een hele lekker. Dat is een belangrijk. Dat zijn ze. Hallo. Hoe is het? Lekker, ja toch? Alles goed, maat? Zeker, ja? Lekker, ja, ontspannen, man. Dus dames en heren, we zijn binnen. We gaan even een radio-interview doen. Het is gewoon Boef, man. Wow. Hey, dat is een kenner. Hij weet het. Ik ken hem niet eens. Graag maar. Ja, is gewoon Boef, man. Hij mag mij nou uit. Een miljoen keer bekeken op YouTube. Op de eerste dag dat het album uitkwam, stonden 16 liedjes van zijn album in de top 20 op Spotify. Als artiest was hij meer dan 4 miljoen keer op die dag beluisterd en zijn album ook. Dames en heren, jongens en meisjes, het is Boef! En zo naar mezelf. Hey. Ha? Jij bent vies, maar ik doe gemeen. In de club kom je moeder tegen en ik wil snel weg, want we moeten wegen. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. En ik was alles kwijt, maar met vloed zijn reinigd. Voor mijn zondes af en toe gebeden.
boef, man. Gisteren was mijn SD-kaart vol. Ik kon niet meer verder filmen. We zijn nu opeens weer beland bij een nieuwe show. Het is weer zaterdag. We zijn eerst nu in Merknes, daarna in Hengelo en daarna in... Nee, we zijn nu in Helden, daarna Hengelo, daarna Merknes. Chili zo, schoon boef, man. Bang, bang, bang. Schoon boef, man. Het is gewoon boef, man. Je ziet dat we zijn bij Spekbalan. Ik ben een beetje laat met beginnen te vloggen, want ik heb net een interview gedaan met Boulevard, maar ze zijn er nog gelukkig. Ay, mijn kamervrouw is een beetje boos op mij, maar ja, het gebeurt. Fred, Stan, wat is dit allemaal, bro? Ik heb geen idee, moet je even checken. 3FM Awards. Ik ben wel benieuwd. We hebben iets tof voor je. Pak deze speld en open de zwarte doos. Dan wijst de rest zich vanzelf. We zouden het leuk vinden als je je telefoon er even bij pakt en het filmt. Nou, dan pak ik ook nog eens mijn telefoon, maar kan jij mij dan filmen? Waar is mijn telefoon? Oh, wat is dit? Ja? Ta 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 ta. Oké, kan je even een Snapchat maken? Ik zal haar even benaderen. Want we gaan even iets... Krijgt u een berichtje? Yes, oké. Zal ik het op Insta gooien of op Snap? Snap, denk ik. Ja, of Stories. Komen. Stories. Oh, wat leuk. Nou. Ja. En weet je dan ook hoeveel nummers die gaat spelen? Hoe lang die dat deze ballon krijgt? Komt eruit en we gaan hem lek prikken. Wee! Wat, er is niks uitgekomen. Jawel, daar. Wacht, laat hem. Zo, in rare pakketjes zo. Hey, dat is Jij. Oh, er is toch wat uitgekomen. Dames en heren, tan 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 tan. Ja, zo. Oh, wat is dit allemaal? Wat is dit allemaal? Gefeliciteerd met... Hi boef, de 3FM luisteraars hebben jou genomineerd voor de 3FM Awards in de categorie Beste Video, Habiba. Wie er uiteindelijk met de 3FM Awards naar huis zal gaan is boef. En we zien jou op 17 april, tweede paasdag. Horen jullie dat, mensen? Ja. Ja, zeker. Zeker, dat was allemaal... Wat is dit prachtig. Ik ben genomineerd voor de beste video award, Habiba. Wat moeten jullie doen? Massaal stemmen. Massaal. Oké, dames en heren, op mijn vlog luister dan. Ik ben genomineerd voor de 3F... Wie gaat dit eigenlijk... Ja, fuck op, man. Maar ik ben genomineerd voor de beste video voor Habiba. Dat is natuurlijk heel mooi, iets om heel trots op te zijn. En ik wil hem ook heel graag winnen, dus wat moeten jullie doen? Naar 3fm.nl gaan/awards en dan moet je stemmen. We hebben tot de 17e, het is vandaag hoeveel bieden? Oh, tot 17 april. Oh, dus we hebben nog ruim de tijd, maar alsnog, als jij dit leest, ga direct stemmen. Ik zal het zo meteen ook even op mijn Instagram gooien. Ja? Dus alsjeblieft, als jij wil dat wij winnen, want het is niet ik, het is jullie ook. Als ik win, winnen jullie ook, mijn fans, want jullie kijken de clip. Dus SO naar jullie, stem alsjeblieft op mij, is gewoon boef, man. Bang, bang. Ik zit nu over 30 seconden live in de uitzending. Ik kan hem niet op luidspreker zetten, dus ik ga jullie even een beetje meenemen. Ja, die klasbak is natuurlijk rapper Boef, de man die ja, echt alle records verbreekt en iedereen heeft het over, met terecht ook, want wat gaat hij lekker. Boef, goedemiddag. Hele goedemiddag, hoe is het met jullie? Schoon boef, man. We moeten zo naar de radio. Ik zit al de hele dag hier, we moeten wel even eerst eten. Even bruine bonen met rijst, heerlijk man, Stan. Lekker man. Eet smakelijk, bro. Jij ook. En doe allemaal de Habiba Challenge. Mijn naam is Mr. Kulkul. Ja, wat willen we aan het doen, man? We zijn eten gaan halen, joh. Leesborst. Oké, maar neem het mee, want we moeten gaan, man. Hier. Kijk, zit hier kijk wat hij haalt. Kijk wat Bilal heeft besteld. Nee, het is niet bij mij. Niet liegen, vriend. Kijk wat deze jongen heeft besteld, bro. Lijkt op een... ik wil niet uitspreken, maar... Lijkt gewoon op... Je weet precies wat ik bedoel. Godverdamme, man. Waar is Mr. Confirm? Zijn tas is hier, maar waar is de rest? Waar is de rest van het lichaam?
Hè? Hey boys, gaan we weg of gaan we hier blijven? Moet over een half uurtje daar zijn, hè? Hey! Snel. We moeten over een half uur daar zijn, hè? 20 minuten. Ja, tanden poet. Halen we dat of niet? Ja. Zeker? Ja. Hoe ver is het dan? Een kwartiertje. Zeker? Ja. Deze man, hoe heb je een tandenborstel? Is er nog eentje? Nee. Maar ik heb wel tandpasta. Maar... Ja, ik doe dat niet met mijn vinger, man. Dat schiet niet op. Daar is ook Anouar. We zochten net het lichaam bij de tas. We vonden alleen de tas. Nee, hey, luister, we moeten naar de radio, man. Ik wist dat niet. Oeh. Dan zijn we klaar. Ik heb je weer in een saus gezet, hè. Hier om de hoek, 10 minuten verder. Mobiel, zoals je ziet. Dit is Mr. Confirm, man. Maar laat even zien wat je doet. Laptop mee. Laat even zien die laptop. Dit is de nieuwste ook, hè. Dit is de nieuwste. Laat even die soundbar, die ding zien. Alles met vingers, neef. Alles. Hoe noem je dat? Touchscreen. Dat gaat zo dik. Confirm, glory. Nu doen, nu doen. Nu doen. En zo naar Bilal. Als er nog tijd is, ook mijn account. Allemaal Shakir. Volg die man. Schoon boef, man. Hallo, dame. Hoi. Hoe is het? Wil je wat drinken? Nee, dankjewel. Waar zijn we beland? Kun je dat even vertellen? Bij Slam FM. Kijk eens even. Laat maar vertellen. Live. We zijn bij Slam FM, Ashraf in de back. Kom eens even naast elkaar, deze drie. Want deze drie jongens gaan binnenkort wat heel engs doen. Ik ga nog niet vertellen wat. Nee, jij niet, vriend. Wil jij uit beeld? Uit beeld. Even uit de shot. Even uit de shot. Even wegwezen. Oké, okay, zie je deze drie jongens? Wij gaan binnenkort wat heel engs doen. Ik ga niet vertellen wat. Shh, maar jullie gaan schrikken. Dat zijn onze dromen. Dit zijn onze dromen. Oké, daar gaan we, dames en heren. Heren, waar moeten we wezen, dames? Slam FM, here we go. Heren, 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 hoe is het leven? Goedenavond, man. Lekker, lekker, lekker. Goed, bro. Hoef, man. Maatje, hoe is het, maat? Ja, zeker. Lekker, spannen. Welkom. Zeg wat te zeggen op de vlog. Goed. We zijn er dan, dames en heren. Slam FM. Ik moet vroeger wezen, ik was alles kwijt, maar met vloes herenigd. Voor mijn zondes af en toe gebeten, ik ga uiteten voor een goede prijs. Ik ben een uitgever, ze boeken mij. Van alarm voor zien aan de achterkant, dus ze komen via voor, maar wat dacht je dan? Heerlijk, en een goed doel, altijd goed. Hey, jouw leven wordt natuurlijk steeds drukker en drukker. En met name ook natuurlijk door jouw album. Ja. Slaaptekort, inmiddels zo'n 2 weken uit. Je zegt het daar jezelf natuurlijk ook al, slaaptekort. Nou wil ik even wat dieper ingaan op je album. Ik wil even twee tracks uit... Schoon boef, man! Telefoon. Nee, joh. Gewoon boef, man. Je ziet het, we zijn hier beland bij een actie voor Giro 555. We gaan even een interview houden. Zometeen Radio 2. Nog steeds Stanley, de manager naast me. Boys in the back, Kiel Kiel, Anouar. We gaan even een interview houden voor? De NOS. En de NOS. Jullie horen het. Mag je ook even in beeld? Hallo Nederland. Dat gaan we gewoon doen, man. Bang, bang. Wat een drukte allemaal, maar we zijn er nog steeds. Waar is Kiel Kiel?
Je klikt ook foto's tegenwoordig, hè? Je bent een superster geworden, hè? Hoe kan dat nou, man, dat je zo'n superster bent geworden? Ik kan allemaal te snel komen. Ja, Kiel, hoor je dat daar, Stanley? Ze vragen zelfs echt nog een foto tegenwoordig. Jij ontkomt er ook niet aan, met die rare oordopjes van je. Oh, serieus. Hey, hou even je mond dicht, jij. Oké, dames en heren, jullie zien, dit is de tussenstand. 17 miljoen. Tan 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 tan. Tan tan. Stanley, ze halen je bankrekening in, nee. Ze halen hem in, ze halen hem in. Oké. 3, 2, 1, het is gewoon voor normaal. Bang, bang. Ja, daar, daar. Heel erg fijne dag. Superman. Ja. Hoop je even van slaap? Ja, natuurlijk. Sluit op Facebook. Ja. Ik hoor net een oudere dame aan de telefoon. Ja. Denk je ook dat het leeft bij een jongen? Daarvoor ben ik hier natuurlijk. Ik heb heel veel invloed met de jongens. Ik heb heel veel jeugd in Amerika. Daarom probeer ik mij ook mijn actie nu hier aan te koppelen. Zodat de jeugd er ook gewoon meer moet Boefman. Ja, dames en heren, jullie zien het, we zijn nu net klaar. Het was druk chaos, maar wel goed, weet je. Giro 555, we hebben weer wat acties gehouden. Ik ben geflasht. Tjagula. Tjagula, kijk. Betaling niet mogelijk. Gewoon die slijkbomen naar boven doen, of wat? Daar is een betaalautomaat, man. Die man had een betaaltelefoon. Radio's aan de telefoon. Hoi, je spreekt met Boef. Hey, hallo, met Mireille van der Werf bij de NOS. Hi, fijn dat ik jou gelijk al te pakken krijg. Ja, ja. Heel goed. Ja, ik had een beetje op tijd gebeld omdat ik niet precies in kon schatten hoe lang het doorverbinden zou duren. Ada, deze hing gewoon op mijn oude kamer in Alkmaar. Kijk, helemaal vies alles. Ik heb hem weer opgehaald, we zijn weer herenigd. Algerino. Kijk die stof die eraf komt, Bernada. Ga eten. Okay. Hier gaat het ook door. Hey. Jij bent mijn fan, man. Ik kom uit Polen. Jij bent Kozak, man. Jij bent mijn fan of ik ben jouw fan? Jij bent, ik ben jouw fan. Soldaat, nee. Hey, maar kijk maar, Ganja Mafia, hè. Ganja Mafia? Ja, man. Oké, okay, kom. Wacht. Ah, oh, ja, dan heb je een mooie wachtje, man. Oké. Okay. Top, man. Ah, ja? Yo, top hier. Kijk, ik ben in Alkmaar, deze man is legendarisch, vertel ze. Deze man is legendarisch, ik ben in Alkmaar, je weet zelf, sowieso, yo, ik ben in Monte Monica. Je houdt van die topkwaliteit, hè? Ja, zeker. Huh? Ja. Doe even grappig dan. Dit is turbo, hè? Het is turbo. Voor 8-cylinder V8, je weet zelf. Wil je een rondje rijden? Ja, rondje, geef een beetje gas. Ik laat me horen hoe die geluid uitkomt. Ik ga voor jou. Ja, man. Is die goed? Ja, man, dit is turbo.
Dat is we gaan gewoon voor. We gaan gewoon voor de kracht. Sowieso, jojo. Kun je rappen? Wat stuur zo rap een beetje. Rap een beetje. We zijn Akmar, we zijn overziek, we zijn jojo. We hebben de beste kaas, Dense IJsselfabriek. Hoor je dat? De beste kaas, de beste kaas. We zijn jojo, Oti. AZ Stadion, broer. Ook al ben ik voor Feyenoord, AZ is wel mijn tweede club, man.